Hallo mensen van Online Disclaimers. We gaan een wandeling van League of Legends kijken. Ik ga hem commentaren. Ik zal eerst even uitleggen waarom een wandelzam en niet gewoon een 5 tussen 5. Het is een wandelzam omdat onderaan een potje 5 tussen 5 was er een tegenstrijdige sfeer tussen Akali en mij. Akali en ik zaten wel hetzelfde team. Dat was niet echt fijn om te spelen. De uitgang van potje weet ik, en de voorspel hadden we gewonnen. En toen zei Akali meer in potje, Baron kon Wand vs. Wand. Dus ik denk zo van, ja, ik ga Wand vs. Wand doen tegen Akali. Daar heb ik wel zin in. Dat ga ik doen. Ja. Dat is niet heel erg. Kijk, goed op het plan. Ik ga... trouwens, ik zal zo verder stellen. Ik ga het hele potje gewoon commentary plaatsen. En ik ga focus op Canon. Zodat ik niet dus andere dingen doe en zo. Blijf ik hier staan, of kan ik mij niet herinneren uit het potje. Maar... Hier is Ah, kijk. Hij werkt een beetje. Maar dat is goed. Dat ik zeg hier in Akali van only mid, ja, nog jungle, dat is no jungle. Ik hou mij eraan, het hele potje. Dus ik ben zelf hier jungle ingegaan. En hier maak ik de fout door naar Akali te lopen en Akali een beetje aan te vallen. Een middeloos is naai, want ze gaat toch niet dood. Maar voor de damage is wel. Ja, uiteindelijk is het een van de Akali hier een heal potion gebruikt. En daardoor is zij weer vol leven en ben ik bijna dood. Ja, bijna vol leven. En daardoor ben ik al in het begin best wel in het nadeel. Maar dat heeft uiteindelijk geen uitslag gehad. Dat heeft geen invloed gehad op de uitslag. De uitslag staat, staat nog niet bekend. Maar ik had verwacht dat Akali geworden is in dit, deze opstelling van de teams. Want plus van Akali kennen is Akali het voordeel. Dus ik had verwacht van ja, Akali die gaat winnen. Maar ja, Akali denkt zelf ook van ja, ik ben sterker, ik ben het voordeel en ik ga winnen. Dat houdt ze ook heel potje vol. Misschien is dat wel de grote fout geweest. Ja, dit is een beetje tegen een domino slaan en hier worden weer aangevallen door Akali. Wat ik laat in dag gelopen. Dan maak ik nog wat meer fouten. Je wil gewoon de denk van het gaat me lukken en het lukt er dus niet uiteindelijk. Ja, Akali is eerder level 2, heeft meer minion kills. Meer minion kills. Nou, heeft veel minion kills binnen trouwens. Maar er zijn meer minions van mij dood, omdat er minions gekillt zijn van haar. Zij is een voordeel. Wat ze op dit moment meer XP heeft gekregen. Meer geld ondertussen. Dus zou zij eerder... Ja, eerder kills kunnen maken. De eerste commentaire video die daar ingesproken is op dagelijks op online deepstamers. En ja, dat komt omdat het praktische opnemen is
Het kan, maar het is lastiger dan het bovendien te hier zo zie je ook dat Akali is level 3. Nu dat net level 4 geworden. En ik ben al een tijdje level 4. Dus ik heb Akali hier ingehaald qua level. Maar Akali zou uiteindelijk... Ja, we hebben aan het begin van het gezegd van hier. Only mid, no jungle. Akali heeft er geen reactie gegeven. Maar dat hebben we van tevoren afgesproken. Maar ik denk van... Ik zet het nog een keer in. Ik zet het nog een keer in. Zodat het vast staat. Ja, Akali houdt inderdaad het gedaan. En ik ga heel even door iets doorspelen. Dus de sizing zijn er nu een keer. Ja, ik loop een beetje de komt rond. En hier zo. Ik gebruik mijn E om snel uit de cirkel te komen. Ik dacht van laat ik hem aanvullen, maar dat is een fout. Akali zit ondertussen de ulti. En ik heb mijn ulti nog niet. Dus Akali kan heel mooi naar mij toe spinnen. Maar nu heb ik ondertussen ook mijn ulti. Ik ga in dit potje wel een paar keer hier gebruiken, want ik... Ik pak niet echt een toepotje van mij. Voor de rest. En ik heb hier. Akali heeft net gezegd van I have lag. Maar ze speelt dus met lag. Ga ik vanuit. Ik kan het juist. Dit is de wijze van het lag speelt. Maar ik denk van niet. Dus. Het is niet de wijze als echt een lag speelt. Maar ga wel gaan. Hier maakt Akali lag. Voor mij aangekomen, maar ze komt net niet weg. Dus ik heb haar ook dood, en we zijn dus beide dood. Nou, ik ben eerder levend, omdat zij mij eerder gekild heeft. En ik ben lager level, waardoor je ook sneller leeft. Nou, we hebben hier beide items gekocht. Ik heb een Golden Shield, dat ik in het begin had gekocht. Ja, dan twee Amplifying Stones. Om wat meer abilities te bouwen te krijgen. Maar Akali heeft al een headset die volgen. En we hebben nog te dingen. Akali zegt hier ook, I lose, I can't play with legs. Dat Akali legs heeft, daar ga ik naar uit. Dat geloof ik. Maar ik weet het niet of zij echt legs heeft gehad, want het valt niet. Het staat niet op, soms een keer helemaal stil of zo. Dus je blijft dat hier is. Ik loop van de hele tijd rond. En hier komt Akali komt vanuit de jungle. Heeft Akali daar getimbeld of niet? Nou, ik kan het niet zien. Nu hoop ik dat hij het van eerder gespeeld heeft en dat hij getimbeld heeft. Maar het valt niet te zien. Ja, ik had het bij de eindscore kunnen zien, maar... Dat is niet gedaan, dat is vergeten. Nou, ik heb hier Akali aan mijn kant begin ook verteld van dat ik die koren was. En ik heb niet van ik heb niet zijn in de video. Ja, ik heb niet in de video. Ik zeg dat van jou goed. Ondertussen heb ik een kill gemaakt door de fout van Akali. Ik speel Power City. Ik blijf de hele tijd terug bij de bouwer om kijk zo die tijd en Akali speelt agressief. Akali heeft hier dus de fout gemaakt door iets te agressief te spelen. En ik heb er met mijn ulti, met E, mijn Q en mijn W, gestund onder de tower. Hierdoor kan zij niet meer lopen, want ze kunnen gewoon dat hij stilstaat voor een paar seconden. Ik heb een stun van... ik weet niet hoe lang die stun duurt, omdat ik snel niet kan. Maar ja. Ik weet niet waarom ik het wel, maar ik ben achter in de schrijven. Nee, dan kom ik weer. Reacties? Ja.
dan zal ik dat bij de beschrijving toevoegen. Met jouw naam erbij. Ja, die staat daar al heel even stil, maar heel even later, als je niet vergis, zegt zij iets. Maar het lijkt dan niet. Dus misschien waren dat de leds. Want ze klikken wel weer heel snel op mij af. Want ze weten dat ze leds zijn. Nou, daar gebruikte ik mijn ultie ikjes om te spinnen, zodat ik weg kon komen en voorbij te leven. Ik zag dat ze al 2 keer de maat gestorven had en 3 keer de maat gestorven gestorven. Maar mijn ultie hit in haar. Dus ik kreeg ze de 3e maat gestorven en dus de skin. En Kali is ondertussen een nieuwpoortje ingezet. En nu kreeg ik weer een aanval van Akali. Die is niet druk gaan. Ja, ik heb nu niet naar Akali best op zoek gaan. Vanwege de les waarschijnlijk. Ik wil dus in veel sneller af, zodat hier niet overgaan wordt. En, ja, ik heb dus sneller ook niet gedaan. Ja, als ik nu niet de hele tijd al dit gezeik zie te horen. En alles goed te zien, want minions killen, dat zie je zo vaak al. En dat is gebeurd zo vaak. Ja. Dat is volgens mij voor Sky. Ik vind het zelf beter om door te kunnen dan al die minions die op te laten zien. Ja, kijk hier. Ik heb mijn ulti ready. Akali staat daar. En heb ik niet goed punt? Nee, ik heb verkeerd punt. Maar het zal zo wel komen. Ik weet bijna zeker dat. Ja. Ja, ik schiet daar op Akali af en Akali springt zometeen op mijn vies en ik ga die af. Nu gebruik ik eerst mijn fles om snel weg te komen van Akali. Dat was nodig, anders was ik waarschijnlijk doodgaan. Akali doet veel meer damage dan mij. Heeft ook op dit moment andere bot attack en ability power en meer hoge movement speed. Dat was het. Ik gebruik mijn ulti weer om haar te killen. En ik speel dat ik weer even power hulp niet te doen. Zij komt weer terug bij de tower en dat zie je. En ik weet dat ik kan spinnen. Dus dan spin ik haar onder de tower. Dat is, ja, ik speel alles in die, maar ja, ik wist dat ik alles niet kon winnen. En hier ook Akali zegt van all the damage what I get is from the tower. Nou, ik had er ook gezegd van jou een klop, want ja, dat is voor je. I can only wish for you a tower. I hate this player. Nou ja, ik vind players die tower niet te spelen. Niet fijn of zo. Haar keuze. Ja. Ondertussen ben ik niet tegen, want ik was bijna dood. En twee, ondertussen. Ik zou mijn tower heel ver kunnen damagen. Ik ben wel 1 level hoger. En ondertussen hebben mijn minions op top. Ze hebben ook tower gevolgd, waardoor ik met 50 gold in voordeel ben. Ik heb mezelf niet op top geweest, maar mijn minions hebben me veel daar gegeven. Ik ben van Ulti. Ik ben bijna dood. Maar ik, ja, ik kon niet anders dan mijn Ulti gebruiken om haar te spinnen. Dus ik zal blijven leven, maar ik ga hier. Nee, hier blijf ik dood of ja. Nee, ik blijf net leven. Met 70 leven, iets minder dan 70 leven over. Maar het zorgt ervoor dat ik snel terug kan naar base, maar ondertussen komt Akali heel dicht bij mijn toren. Zo mijn toren dus ook, nou, mijn toren gaat kapot. Ik heb
viel vast aan het kennen en daarom ging ik naar voren toe. Maar ik had wel naar de boven toe gekregen. Maar ik heb hier heel veel dingen die allemaal boven moeten zijn. Want de dingen zijn het gemelde, de bouwer, bos. Wie wil play other games? Dus de vraag van haar. Beetje. Ik vraag me af of het afleiding was, maar Akali is nu weer de jungle in te tonen. Is dat een knappe aan mij? Of is dat een. De keuze van de minions in de jungle? Maar ik ben het al veel zwaar voor de vader en de jungle. Weet mij, tegen dat ze doet heel veel damage aan die eerste sowieso al. Dat je mount de assassin. En dan doet hij nog haar ulti, de shadow down. Dat is nog weer heel veel damage. En dan, ja, met basic attacks krijgt ze me gewoon, krijgt ze me gewoon weer dood, uiteindelijk. Ja, ik ben ook dood. Ik kan hem doorkillen. Die Akali zegt ook, sorry, dat is nu echt no chance versus Akali. Ik weet dat, dat het zo groot. Maar zij zegt van, hit you ugly. Why do you think Akali okay, zou hit you? Dat is ook wat ik vraag aan haar. Maar omdat zij het agressief wil. Ja, dat, en dan moet ik wel ontstouwen gaan. Maar het haar eigen schuld is dat ontstouwen niet kunnen spelen. Nou, op dit moment ben ik nog 3-2 een voordeel, dus ik heb net een 1 kill. Een 1 kill meer. Nu valt elkaar me aan, als je dat bent, ik denk dat ik het maar ook in te kennen. Ik dacht van, ik heb mijn ulti wel gebruikt, dus ik blijf 8 uur aanlopen. Maar ja, zeven leaders zitten op achternaam gelopen en 7 leaders kunnen killen, waardoor ik dus geen kills meer voorstaan. En ik dus even dood was. Zodat zij heel rustig haar tweede midtower komt. Tweede midtower komt aanvallen. En ik heb ook steeds van met haar eerste. Nou, ondertussen is Akali weer een hoger level. Ik weet ook wel dat ik niet te dood ben. Hier doe ik mijn ingang op Akali. En wat extra damage doen. En ja, voor de rest heb ik niet echt veel meer gehad. Maar ik ben hier dus nog vol leven en Akali is half leven. Dit zou een voordeel zijn voor mij. Maar Akali is sterker. Heeft 2 levels hoger. En heeft nog heel positief gebruikt. Maar ik heb nog verder ongedekt van voor op mijn ulti staan. Die is niet ready, maar dat vond ik dat gevonden. Ik kan door de legs komen die ik had gevonden. Maar ja, ik heb dus nog niet meer ulti ready. En ik zie Akali erbij gaan. Ik denk, ik laat Akali erbij gaan. En ik pak de touwen. Ben ik de touwen verder. Akali is de tijd om de touwen te pakken. Nou, dus de touwen was al bijna vol voor mij. Ik denk, Akali is het toch niet. Ik ga door naar de tweede. Ondertussen hebben we nog meer gestopt hebben. Ook de tweede keer. Pakken. Ik loop 1 keer voor. Nee, ik loop 2 keer voor. Want Akali heeft mijn tweede midkeur nog niet. Dat betekent dat ik een voorsprong heb van 300 gold. Wat ik niet timmeren, kan ik dat gewoon zeggen.
En 300 gold is toch best wel wat. Heel veel AD's trouwens mij. 74,000 naar buiten. Dan gaat nu de inner shift staan. Flash naar mijn team. Ik ben bijna dood. En Akali loopt gelukkig niet achteraan. Maar ik kon wel teruglopen. Dat had ik deze niet kunnen doen. Ik had gewoon vrij beter deze gegaan. En ik heb niet veel levens. Akali is sterker. Deze ook niet dat ik mijn team kan vinden. En hier loop ik dus net ver van onze score af. En ik ben voor dat ik damage doe op Akali. Ja, ik ben dus weer dood. Ik sta ondertussen achter een kill. Ja, ik ben weer levens. Akali zit er vol levens. Ik heb heel graag mijn ultie potje. Dat ik ook weer aan het doen. En toen heeft Akali op botten ook mijn eerste turret. En ik krijg weer een soort stouwhut nu. Een kill op Akali. Ik weet dat het met mijn abilities op die doek kan leven. Ik ga mijn abilities niet op de dingen om levens te krijgen. Ja, en ik heb de top overtrouwen. En ik heb op mid overtrouwen. Ik hoop dus nog 150 gold voor. Maar top en bottom zijn in het voordeel van Akali. Want de minions die zijn verder naar mijn kant gericht dan naar haar kant. En dit kan ik Akali. We zijn nu bij de level 18 ondertussen. Ondertussen begint Akali begint een beetje idioot opmerkingen te maken. Zo van your build for cannon is crap. Nou ja, mooi dat mijn build for cannon crap is, maar ik kies toch zelf daarmee te veel. En dat is ook altijd vasthouden. Ik heb opgezet. Op het punt dat het beste doel voor kennen is, en dat is deze. Deze is hoog beoordeeld, dus ik gebruik deze in kennen. Nou, Akali kan niet wegkomen. Ik weet hier van zijn reflectie uit, dat ik niet door had. Maar ik kon nog niet te vermitten. Maar dan komt Akali hier, komt ze. En hier komt ze weer uit. Dan heb ik echt iets extra damage van haar. Maar, dus, Akali is sterk. En ik ga nu nog verder de kant op lopen om haar te killen. En ook de tower staat er nog, waardoor ik... Want ja, ik zou de tower ook doorgaan. Dus net al die hier 4 keer bewezen is. Dus nu begint Akali zegt van, oh no, I lose the game, try. Do it faster. Ik zal het uitzetten. Akali komt nog weer terug om een kill te kunnen krijgen. Want we staan niet, niet positief en niet negatief. Gewoon neutraal. Beide. Ik geloof dat het wel goed is. En ik krijg hier een kant om hier te killen. En ondertussen gaat er nog weer een tower van Akali kapot. Dat betekent dat ik ondertussen... twee towers weer in het voordeel staan. En ik krijg deze hier ook kapot. En dat Akali is gewoon naar de bank. Dat is, ja. De storm is lang. De storm League of Legends. Je moet niet zomaar opeens verdwijnen. Leuk dat je... Dat kan je wel leuk gaan zitten zeggen in de chat van... Alles AFK. En ja, leuk voor je dat je AFK al is. Leuk voor je aanhouden, maar de stoere wandelslam net zelf naar akkoord gaan. Ga geen wandelslam spelen dan, want je toch aangaan moet staan. En dus je weet ook van tevoren dat een niet perfect sportje is dan best lang duurt. Nu zo heb ik Akali door mijn ulti te gebruiken. Hoe heb ik mijn E gebruikt, mijn Q en mijn W. En heb ik er nog een keer kunnen spelen.
Mijn ability is ook. Ik heb ondertussen ook een beetje van lang op mijn dood. Nou, ik ben gekomen. Natalia vindt die domme. Ja, ik vind domme dingen te zeggen. Nou, can you own yourself? Nou ja, dat is wat Canon doet. Kunnen. Dit als je weer goed in je fucking studio. Nou ja, dat is alles wat Akali tegen mij zegt. Akali snapt het niet dat als je een wand van veel, dat je ook gewoon weer een eind aan het maken en het niet goed zijn. Dat lijkt mij gewoon heel logisch. En, you say only make and you push, so fucking me. Dat zegt allemaal, ik hoop dat ik stel van, I only push make and, terug zegt van, hier gaat je dood. En zij zeggen soms, en zegt dat ook van, no, you pushed bottom and top when I was AFK. Dat is ook waarom ik deze video graag op Canon gevolgd wil hebben. Om gewoon aan jullie, effect hier. Why you push make video, anders AFK en you say self only make. Yeah, push make is make. Dat heb ik dan weer gezegd voor laatst. En dus moet je ook zo zeggen van, nu gaat het niet weer twee en al dat soort dingen. Maar, uiteindelijk ben ik toch wel degene die wint, want ik heb heel veel gezien. Maar ik wil focussen op Canon, zodat ik wil laten zien dat ik nog niet jungle in ben geweest, of ik bijvoorbeeld gepusht heb, of top. Maar die twee zelfs zijn only met de kill. Ik heb nooit in het begin gezegd van, we gaan alleen maar meer spelen, we gaan alleen maar killen en we gaan niet pushen. Dat heb ik nooit gezegd. Nou, ondertussen ga ik wel een paar keer dood. Maar, you say this. Nu gaat zij dus vertellen wat ik gezegd heb. Your team has destroyed a turret. En nu gaat ze ineens zeggen van, oké, dit push niet, oké. Dus waar je push wordt en top, wat je doet? Uit de computer, ja, ik heb het. 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 Voor zal ik er achter zetten, dat jullie nu kunnen zien. Bedankt voor het kijken.